Ik heb dat recordertje aangeschaft voor de lessen kwalitatief onderzoek. Ik heb het nu nog altijd, dus ik ben het niet kwijtgespeeld. En sterker nog, ik gebruik het echt elke dag voor mijn job als journalist. De lessen inleiding tot de sociologie, daar ging echt een wereld voor mij open. We kregen die ook van een zeer begenadigd verteller, professor Rudy Laermans. En ja, je leert daar gewoon een hele nieuwe sociologische blik hanteren. Anders te kijken naar de mensen, niet als pure individuen die telkens weer een keuze maken en bijna zichzelf uitvinden, maar vanuit de maatschappij naar het individu kijken. En dat is toch wel een heel andere blik. En ja, dat heeft mij enorm gefascineerd. En die lessen, toen wist ik, ja, sociologie, dat is iets voor mij. Qua methode vond ik het dan eerder in de kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het interviewen, dat vond ik heel fijn. Niet alleen de lessen daarin, want dat is ook niet echt een theorie dat je meekrijgt, maar dat is een vaardigheid dat je aanleert. En daar heb ik vooral later ook nog wel veel aan gehad. Bij de kwalitatieve onderzoeksmethoden leer je echt denken vanuit een onderzoeksvraag. En aan die vraag, dat is eigenlijk uw kapstok, daaraan hang je een hele lijst van vragen op die dat daaruit voortkomen. En tijdens een gesprek hou je altijd die vraag in het achterhoofd, waardoor dat je je gesprek ook heel goed kan richten en goed je ogen op het doel kunt blijven houden. Dus dat is wel echt een competentie dat je daar leert. Je leert er ook luisteren en bij luisteren hebben wij associaties zoals dat passief zou zijn. Maar het tegendeel is waar. Luisteren is een heel actieve bezigheid. Om echt iemand te horen, moet je blijven doorvragen, naar voorbeelden vragen. Dat vraagt ook echt een engagement van de gesprekspartner. En dat breng ik nu echt dagelijks in de praktijk bij Tertio als journalist. Omdat wij een christelijk opinieweekblad zijn, zijn we ook met het existentiële bezig en met levensthema's. Ik heb bijvoorbeeld ook gesprekken rond rouw, verdriet. En ja, dan leer je echt die persoon kennen en dan leer ik als persoon ook heel veel op menselijk vlak. Dus ik vind dat echt het privilege van mijn job om elke dag zowel op vlak van kennis als op persoonlijk niveau van mensen te kunnen leren.